Stel je voor, als eerste door een primitieve microscoop kijken en ontdekken wat nooit eerder is gezien. And they brought out this great big book bound in leather. And I opened it and I was amazed. Swammerdam wilde met zijn werk de grootheid Gods laten zien. Ja, ja. Niet alleen via de Bijbel kun je God leren kennen, maar ook via de natuur. Ik presenteer u al hier de almachtige vinger Gods in de anatomie van een luis. Maar mag je de schepper zijn geheimen wel ontfutselen? In de reglementen voor de anatomie staat ook dat het verboden is om gebeeld over het lijk mee naar huis te nemen. Het begin van de moderne wetenschap. Rariteitenkabinet, met Loek. Ik ben momenteel bezig met het uitspannen van een schorpioen. En ik werk met twee speltjes. En die gebruik ik allebei tegelijkertijd. Dus een belangrijke, en dat is voor het visuele, is dat dus de pootjes ongeveer, dus laten we zeggen, in de gelijke richting staan. Hoe ben je ooit begonnen aan het prepareren? Nou, het vinden van een hondenschedel in Joegoslavië, dat is voor mij de grote doorslag geweest. En ik was aan het wandelen in Dubrovnik en ik vond daar het kreng van een hond. Het kreng, dat is het skelet, laten we zeggen, met de struik, met de huid er strak omheen getrokken. Ik ben een beetje oneerbiedig geweest. Ik heb die hond zijn kop eraf gekrikt en meegenomen toen naar Nederland. Een professor is schoongemaakt. Dat stonk niet? Nee, dat stonk niet, want het is echt, laten we zeggen, helemaal ingedrogen was die. Maar het fascineerde mij zo enorm dat ik dus contact ben gaan zoeken met iemand die een hele grote collectie had op het gebied van de dierenschedels. Ben wat dingen gaan aankopen en wat handel erin gaan drijven. Ja, uiteindelijk is het geworden tot hetgeen wat je nu eigenlijk ziet. En wat is de fascinatie? Wat is de kick die wij elke dag aan het leven? Kijk, de fascinatie is, laten we zeggen, kijk, er gaat niets boven de levende natuur. Want dat is natuurlijk het allermooiste. Maar het houdt voor mij niet op als iets dood is. Want dan kan je pas eigenlijk heel goed kijken naar hoe de natuur eruit ziet. Een vlinder, bijvoorbeeld, dat is zo veel beter te zien. Je kan hem veel beter bestuderen dan dat je hem de levende natuur ziet. Maar het is natuurlijk wel, het is natuurlijk een afspiegeling. Het is een rariteitenkabinet, noem je dit wat je hebt. Ja, ja. Dat is eigenlijk een heel 17e eeuws winkeltje. Nou, eigenlijk de origine stamt natuurlijk uit de 17e eeuw. Toen zijn natuurlijk heel veel vreemde dieren zijn natuurlijk binnengekomen. Dus middels, dus laten we zeggen, onze handelsschepen die toen Oost-Indië en West-Indië voeren. Ze hadden natuurlijk ook een enorme bewondering van hetgeen wat ze niet kenden. Een fascinatie voor het onbekende. Voor dieren en dingen uit de Oost en de West die op schepen naar onze havens komen. Het is een van de pijlers onder misschien wel de belangrijkste erfenis van de hele Gouden Eeuw. De opkomst van de moderne natuurwetenschappen. Een fenomeen dat heel gewoon begint in de huiskamer. Bij de notabelen en kooplieden van ons land. In de 17e eeuw was dit een apothekerswinkel met daaraan vast een rariteitenverzameling. Een verzameling van de meest exotische spullen uit Oost en West, die eigenlijk nooit eerder iemand hier in Amsterdam gezien had. Er hangen hier nu schilderijen. Dit is een werkruimte van een bekende schilder, Jan Sierhuis. En hoe moet je je dat in de 17e eeuw voorstellen? Ja, heel anders. Hij heeft helemaal volgestaan met potten met allerlei spullen, opgezette dieren, krokodil aan het plafond, schild van de schildpad tegen het plafond, koralen, schelpen, noem maar op. De eigenaar was een Amsterdamse apotheker, Jan Jacobszoon Swammerdam. Het belang van Swammerdam, vader Swammerdam, is dat hij een zoon had, Johannes Swammerdam. Een van de grootste natuuronderzoekers van de 17e eeuw. Ik heb hier een portret van. Dit is hem? Dit is hem niet. Wat we hier zien, dat is een 19e eeuwse afbeelding van iemand die dacht van, nou, zo zal Swammerdam er misschien uitgezien hebben. Maar dit portret, dat is fake. Dit is niet echt. Dat is in de 19e eeuw gemaakt, ja, omdat er geen portret bestaat. Omdat er geen portret was, ja. En hoe kan het dat er geen portret bestaat van
Een wetenschapper van Europese allure. Ja, we weten het niet. Misschien was hij te bescheiden. Misschien heeft een portret bestaan wat verloren is gegaan. We weten het simpelweg niet. En deze Swammerdam groeit hier op tussen die rariteiten als kind. Is hij daar zelf ook mee bezig? Ja, we weten dat hij van jongs af aan zijn vader heeft geholpen. En later begint hij zelf ook een verzameling aan te leggen. En hij krijgt natuurlijk een enorme prikkel door wat hij hier om zich heen ziet. Om zelf ook de natuur te gaan onderzoeken. En jij bent zijn biograaf. En jouw idee is dat hier in dat rariteitenkabinet ligt de sleutel tot Swammerdam. Ligt dat gevoel van verwondering. De rijkdom van de natuur is zo groot. Godschepping is zo onmetelijk. Daar wil ik, Johannes Swammerdam, verder onderzoek naar doen. Het verlangen de natuur te doorgronden voert Swammerdam in 1663 rond zijn 25e van Amsterdam naar Leiden. Daar is in de 17e eeuw de beste universiteit van de wereld gevestigd, Harvard aan het Rapenburg. En daar gonst het van nieuwe ideeën. Dat de natuur onderhevig zou zijn aan wetten bijvoorbeeld. En dat de mens die kan ontdekken door zelf onderzoek te doen. Revolutionaire ideeën in een traditionele wereld. Dit gebouw is 17e eeuw, neem ik aan? Ja, het is gebouwd rond 1650 als de behuizing voor een collectie van een Leidse student, Johannes Thijs. Die ging studeren, die had heel veel boeken daarvoor nodig. En dit is zijn collectie, hier zijn we. Dit heeft hij als student aangeschaft? Ja. Kom uit een rijke familie en als je ging studeren had je boeken nodig. Dit is allemaal de collectie van deze Thijs? Ja. En het bijzondere is, hij is in 1653 is hij overleden. En dit is precies, het staat er precies zo bij als dat het toen is achtergelaten. We zijn in een soort tijdcapsule hier. Wat je in eerste instantie deed als je studeerde was boeken lezen. Lezen, lezen, lezen. Dat is voor ons misschien een heel vreemd idee. Wij investeren miljarden in onderzoek, in wetenschap. We gaan miljarden naar ruimteonderzoek, omdat wij hopen in de toekomst iets te weten te komen over hoe de natuur in elkaar zit. Als je in het begin van de 17e eeuw iets wil weten over de natuur, over Gods schepping, dan ga je in eerste instantie boeken lezen. En welk boek in het bijzonder? De Bijbel. Waarom? Omdat de Bijbel is Gods woord. In de Bijbel staat beschreven hoe God de schepping maakte. En dit is Genesis, zie ik hier. Dit is de schepping van de wereld, Genesis, ja. Alles is in het begin geopenbaard aan Adam. Willen we iets weten over de natuur? Willen we iets weten over Gods schepping? We moeten terug naar de Bijbel. En in tweede instantie werken als dat van Aristoteles. De oude Grieken. De oude Grieken, ja. Die wisten ook alles. Die wisten bijna alles. Aristoteles, de filosoof, wordt hij genoemd. Omdat men ervan uitgaat dat de filosoof alles wist. Nou komt Swammerdam uit Amsterdam. Die heeft de echte natuur bij hem thuis binnengedragen, ja, zien worden. En die komt hier studeren. Die komt hier studeren, ja. Dan ga je toch in eerste instantie boeken lezen. Hoogleraren hier in Leiden gaan ook voorlezen uit Aristoteles. Voorlezen uit andere oude Grieken en Romeinen. Maar tegelijkertijd, en dat is heel belangrijk hier in Leiden, er is heel sterk een tendens tot het doen van zintuigelijk onderzoek. Zelf kijken, zelf verzamelen, zelf snijden. Swammerdam is er ook heel expliciet over. Als we de natuur willen leren kennen, dan moeten we weg uit de bibliotheek. Dan moeten we zelf ons verdiepen in de natuur. Want de natuur is een tweede boek van God, waarin hij zichzelf net zo goed te kennen geeft als in het eerste boek van God, de Bijbel. Zelf kijken hoe de schepping in elkaar steekt. Dat is dus waar die nieuwe wetenschap om draait. Niet lezen, kijken. En de vinding die dat mogelijk maakt is deze, de lens. Lenzenslijpen werd in de Gouden Eeuw een specialiteit bij uitstek van Nederland. Lenzen voor de telescoop, om diep de ruimte in te kijken. En vooral ook lenzen voor de microscoop, die mogelijk een Nederlandse uitvinding is. En de beste microscoop uit die tijd was deze. Eigenlijk bijna niks, een druppel glas in een houder van metaal. Een ontwerp van Antonie van Leeuwenhoek, een textielkoopman uit Delft die er
alles onderhield wat hij maar kon verzinnen. Slootwater, daar zaten rare dierkens in. Die noem je nu bacteriën. Maar bijvoorbeeld ook sperma. Alles voor de wetenschap. Met zijn lenzen kan Van Leeuwenhoek zo'n 170 keer vergroten. En zo een onzichtbare wereld blootleggen. The dirt is washed away, and all lullabies are out. And the hands that used to heal me only curse me now. The echoes of a woman so kind rain like waterfalls and ice cream on my worried mind. I lay there in a puddle of myself, fishing for a brand new wish. From that bucket down the well, and in her colors I find my faith. 'Cause I remember every word that lady used to say. She said hearts can't break themselves, looking for something, leaving with nothing. Be a long way home without you. Such a long way home without you. Yeah. Nurse, my mother, like no other, made me human, made me brother. Hands would swell and they would blister for my sake and my sister's. The guardian of my karma, keep my feet on terra firma, and then release me like a scion to the sky. She said that hearts can break themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can save themselves. Your sun hungry eyes can bite back your hypnotized. Smiling faces in disguise can bite back your hypnotized. Keep going against the grain. Soon that's all. Soon that's all you'll know. Soon that's all you'll know. And let's get this straight. Sometimes you'll rise and there's times you'll fall. After all, you're just blood and bones and you don't owe no one nothing. No, you don't owe no one, so don't live like one price is right. 'Cause there's some things in your life that you can't buy. She said that hearts can't break themselves, looking for something. Oh.
for something, leaving with nothing. But souls can save themselves, learning to fly, learning to fly. She said their souls can save themselves, learning to fly, learning to fly. Oh, souls can save themselves, learning to fly, learning to fly. No, mama, how I love you, learning to fly. Alone.